De grote drinkwaternetwerken in Europa werden in de jaren 50 aangelegd en zijn nu toe aan vervanging. Aan het einde van hun levensduur neemt de kans op lekkage toe en kan de levering van vers water worden verstoord. De drinkwaterbedrijven willen deze pijpleidingen zo snel mogelijk vervangen en daar gebruiken ze nu een speciale techniek voor. In the relining process, we invert a flexible liner into a pipe, fill it with hot water to cure it, and make a new pipe within a pipe. The new resin, Beyond 700, from DSM, used in this liner, is label-free, styrene-free, and manufacturing under GMP, and all the components are on the European Positive List for food contact products. The composition and manufacture of the liner and the resin have been audited by Kiwa to make sure that we meet industrial hygienic standards required for this application. De nieuwe kous relining techniek is succesvol toegepast om een bestaande waterleiding van 500 meter van WML te vervangen. Dit is een primeur in Nederland. De sanering is in recordtijd uitgevoerd. It helps us to make our network future-proof at a high speed. We can renovate in busy cities without disturbing traffic and people. The beauty of our joint development is that we have taken care of all aspects. The liner, the installation and the connection with the existing network. In this project we work together in a very open and transparent way. We have developed a new technology that will change the world of drinking water renovation. Deze innovatieve technologie levert nieuwe mogelijkheden om drinkwaternetwerken over de hele wereld sneller te vervangen. De partners zijn overtuigd dat het bij zal dragen aan een hoogwaardige waterinfrastructuur die duurzaam is en klaar voor de toekomst.